Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het noorden gaat vandaag de zon steeds vaker doorbreken. We zien dit ook eigenlijk al op de satellietfoto. In het noorden zien we al wat opklaringen, in het zuiden is nog een dicht wolkendek. Verder valt er ook in de zuidelijke helft van het land vanochtend nog een enkel buitje. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt dan zo tussen de 12 en 15 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond zijn er ook brede opladingen en dat geldt ook voor komende nacht. Het wordt dan behoorlijk koud zelfs. Temperaturen van 5 graden aan zee tot rond of zelfs net iets onder het vriespunt in het binnenland. Er kan ook wat mist vormen. Morgen overdag lost de mist vrij snel op daarna neemt vanuit het noorden de bewolking geleidelijk aan weer toe. En dan zou er vooral in de noordelijke helft van het land ook een enkele bui kunnen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden bij een zwakke westelijke wind. Want na het wekenende blijft het rustig najaarsweer. Van tijd tot tijd valt er wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen is het ook wel droog vaak en verder schijnt van tijd tot tijd de zon. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Later in de week zien we dat er iets meer wind komt te staan. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.